Jeroen Kijk in de Vechten, radio-dj en... De Mol. Ik ben de Mol. Hey Jeroen, wat was je reactie toen je hoorde dat je de Mol mocht zijn? Doei! Doei! Ja, want hoe gaat zoiets? Nou, iedereen die meedoet met Wie is de Mol, die moet, die wordt uitgenodigd door de mensen van het programma om een gesprek te hebben. Wat zei jij toen? Ik weet dat ik in de basis heel onverdacht ben. Mensen vinden mij vooral altijd heel gezellig en heel erg, weet je, oh Jeroen, lekker gezellig. Was de drinken erbij en die bakt een eitje en die maakt soep voor iedereen. En nou ja, weet je, maar de Mol, nee, joh, ben je echt gek. Nee. Dan bellen ze op en dan zeggen ze, hallo Jeroen, je bent de Mol. Je bent de Mol. Het? Nee, ze zeiden, Jeroen, wil jij onze Mol zijn? Ik zeg, dat lijkt me fantastisch. Had jij door dat Nicky omkeek bij de opdracht achter je rug? Ik wist dat Nicky omdraaide, maar ik heb nooit geweten wat ze heeft gezien. Want ik heb dat ook niet met haar besproken. Want jij liep al weg zo? Ja. Op je sokken? Op mijn sokken, ja. Hallo. Moet me niet horen natuurlijk. Ik heb het ook maar gewoon laten gebeuren. Ik heb maar gewoon gehoopt dat dat goed zou komen. Wat was jouw raarste en misschien wel de leukste molactie? Ik vond het heel leuk, de opdracht waarbij we de luiken moesten openen en sluiten. Io chiudo la persiana per voi. Oké. Grazie. Weet je het zinnetje nog? Pio chiudere le persiane per favore. Hoeveel geld heb je uit de pot gehaald? Als alles gelukt was, 48.000 euro te verdienen. En ik heb, uiteindelijk is het 12.000 geweest of zo. Jij bent de terechte winnaar van dit jubileumseizoen. En toen zei Nicky in de finale, ik ga het aan het goede doel geven. Fantastisch, hè? Voelde je je toen niet een beetje schuldig? Nee, want ik wist dat van tevoren natuurlijk niet. Vond je het moeilijk om geheim te houden dat je de mol was? Nee, want ja, er zijn maar twee mogelijkheden. Namelijk of je zegt niks of je vertelt alles. Dus dat vond ik niet zo heel lastig. Ja, want hoe hebben familie en vrienden bijvoorbeeld gereageerd? Ja, die vonden het allemaal hartstikke leuk. Mijn ouders ook, die wisten van niks. En die waren helemaal zeggen, huh? Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Heb jij nou ook allemaal moltekens? Want de vorige mol die had bijvoorbeeld iets van zo'n teken of zo. Nee. Maar er waren ook helemaal geen verborgen aanwijzingen. Nee. Nee. Nu hebben dus al die fans wekenlang met een soort vergrootglas elk beeld stilgezet. Ja. Maar die waren er niet. Je had het handschrift kunnen weten. Want Tygo zat steeds zo. Ja, maar Tygo zit de hele tijd alleen maar zo. Dat is gewoon wie Tygo is. Ja. En ja, misschien ook wel om die reden dat ik dat soort dingen niet heb gedaan. Ik denk, nee, dat is te voor de hand liggend. Dit was de laatste vraag, maar er komt natuurlijk een nieuw seizoen aan. Ja. In januari al. Wat weet jij daar al van? Ik weet er helemaal niets van. En als je dat zou weten, nu? Ja, dan zou ik het je natuurlijk ook niet zeggen.